Welkom bij Ben de Wakker, prins van de Bavianen. Oh, we gaan eens naar een filmpje, sorry. Nou, daar zijn we weer. Even naar een filmpje. Het was voor mij gisteravond ook laat geworden. Ik moest vannacht nog even de flessen drank wegbrengen. Zeg, we hebben de heikneuters en we hebben de bavianen. Ja, het is het eerste jaar dat wij het Prinsenprogramma mogen doen. Dus ik dacht, ik wil jullie een beetje beter leren kennen. Dat kan. Wie zit er nou aan mijn kont? Dat kan nergens op. Ik heb hier mijn handen. Ik doe niks. Oh, sorry. Hey, even kijken. Ik begin met de bavianen. Wie mag jou wel eens komen verrassen met een beschuitje? Nou, ik dacht net even dat ik met Esther in bed mocht. Maar dat viel even tegen. Ja, dat is pech, sorry, hè? Sorry, maar Esther mag mij wel een keer komen verrassen met een beschuitje. Ja? Ja, altijd. Altijd welkom. Hoe laat ben je 's ochtends wakker? Ze maakt me maar wakker. Dan ga ik niet vragen. Ja, goed. Ze mag me gewoon wakker maken met een beschuitje. Dat vraag jij net. Toch? Wij doen dus wel even de nummers uitwisselen. Dan, is niet nodig, ik heb een nummer. Nou. Hey, even kijken, de prins van de heikneuters. Ja. Met welke drie dingen kun je echt niet zonder? Dat is een bakje koffie 's morgens vroeg. Ja. Een lekker sigaretje. En met de carnaval, na een uur of 12:30 een lekkere koude pint. Dat zijn de drie dingen waar je niet zonder zou kunnen? Met carnaval niet, nee. En voor de bavianen? Ja, ik ben verplicht om te zeggen mijn vrouw, want anders heb ik dadelijk ruzie als ik thuis kom. Maar net zei je toch wat anders? Ja, je moet ook af en toe een keer veranderen. Verandering van spijs doet eten, hè? En dat is waar. Ja, en een lekker pilsje natuurlijk, dat is altijd sowieso mee carnaval. Hoort er daar gewoon bij. Altijd heerlijk. Ja, en een stroopwafeltje, dat vind ik zelf ook eigenlijk altijd wel lekker. Ja, stroopwafeltje. Goed, een bijtje, gewoon lekker een beetje veel suiker goed. Erin. Lekkere verse met roommotor gebakken, heerlijk. Voor jou ook? Ja, dat is zeker lekker. Een beetje slagroom erbij en hoe vetter, hoe beter, zeggen ze wel eens. Hè? Hoe vetter, hoe beter. Ja. Dat gaat helemaal, nou goed. Even voor de bavianen. Welke grap vertel je nou echt al heel je leven? Welke grap vertel ik al heel mijn leven? Waar je zelf echt goed om kan lachen. Ik hou niet zo van oude grappen, maar... Ja, vroeger vertelde ik altijd een heel leuke grap over Johan Cruijff. Nou. Maar de meeste mensen die kennen Johan Cruijff al niet meer, denk ik. Jawel, vertel. Ik moet nou ja, Johan Cruijff die zat een keer in de trein. En tegenover hem zat echt een wilde dame met een heel diep décolleté. Dus Johan die haalde een propje uit zijn zak. Die vouwde het echt strak. Die schoot zo. Die schoot precies bij die dame in de décolleté. Hij zegt 1-0. En dat vrouwtje haalt dat propje eruit. En die schiet precies bij Johan in zijn openstaande gulp. Ze zegt 1-1. Nee, zegt Johan, paal. Ik heb niet veel verstand van voetbal, maar deze begrijp ik dan nog. Hey, welk accent kun jij foutloos nadoen? Welk accent kan foutloos... Ik denk van Sint-Willebrod. Ja. Kukuit, mijn jong. Ja, dat is echt op zijn tijkers, toch? Ja, dat is echt tijkers. Kukuit, mijn jong. Hey, Abetakamai. Ja. Bet als Kamai, hè? Ja, die ken ik toevallig ook. Die ken ik toevallig ook. Hey, heren, zijn we er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. We zijn al los. We gaan aan tafel. Heerlijk. Ben de Wakker, welkom bij Baronie TV. En we zijn er vandaag niet alleen, Esther, want het derde blok. We zijn gewoon niet alleen. We hebben de bavianen en we hebben de heikneuters. Een goedemorgen. Ik was wel jaloers dat jij daar met die mannen in bed lag. Ik vond helemaal niks. Nee? Nou, ik had graag willen. Nou, vond ik het toch heel... Ik vond het niet zo, hoor. Nee, hè? Ik zag ook een bepaalde afstand. Ik zit hier een week op jou te wachten, dan kom ik hier en ik ben een vent in bed. Ik vond het gezelliger dan ik verwacht had. Want ik denk, met twee mannen in bed, dat is een ervaring die heb ik nog nooit gehad. Maar het is me meegevallen. Nou, weer iets van je bucketlist af dan, hè? Dat bedoel ik. Het deed geen pijn. Hey, hoe gaat het met carnaval bij de heikneuters de komende dagen? Ja, heel goed. We hebben vanmorgen de sleutelverhandelingen gehad. Ja. Bij ons gemeentehuis met de 5 dorpen prinsen. En we gaan morgen, mits het weer, want het hangt er om, Ja. Of de optocht doorgaat of dat we naar plan B gaan. Maar we hebben in ieder geval al weken van tevoren een hele mooie carnaval gehad met de moedertjes. De moedertjesballen hebben we van de week gehad. Ja, en het loopt alleen maar door. En het wordt bij ons op Dijken, ons eigen huiknoodslaan, het wordt alleen maar groter. Dus dat is wel een pre.
Ja, want je hebt ook een paar heikneuters als het goed is meegenomen. Ik ga gelijk eens even kijken. Want ja, nou moet ik jou toevallig hebben. Nou moet je mij eens even vertellen, wie ben je? Ik ben Boer Daan. Boer Daan? Ja, sorry voor mijn stem. Wat zeg je? Sorry voor mijn stem. Wat heb je gedaan? We hebben gisteren een party gehad bij ons in de kwast. Oh ja, nou, dat is goed gelopen volgens mij. Flink wat schrobbelen erin, dan gaat het weg. En kunnen we nog een beetje zingen? Nee. Hij zingt harder dan die plan. Hoor. Hey, maar Mitch. Ja? Mitch, de prins heeft ook iemand heel bijzonders aan tafel meegenomen, zie ik. Ja. Mister Stroopwafel. Nee, dat mag ik denken. Je bent ze nog hier, hè? Ja, ik heb ze nog steeds. Ja. Prins Hendrik, wie heb je meegenomen? Mijn adjudant, die vanaf vorig jaar in dienst getreden bij ons in de Heikneuters. En daar ben ik heel erg blij mee, want als prins zijnde komt er veel op je af. Hè, positieve dingen, maar ook negatieve dingen. Oh, jee, en dat kun je op het verkeerde moment niet gebruiken. Nee. En dan heb ik liever dat ik een adjudant heb die gewoon het hele jaar in alle bestuursvergaderingen en alles weet. Dat je daar naartoe kan gaan van, ga daar naartoe en ik hoor het van hem direct wel. Want dat kun je niet gebruiken als je net de opening van een carnaval moet doen. Ja. Hè, of net iemand moet beëdigen omdat er iemand van 80 jaar zoveel jaar iets positiefs gedaan heeft in het land. Nou, en daar ben ik heel trots op. En hij is ook de voorzitter bij ons in het bestuur. Dus we zijn goed aan het bouwen. Ik zie de adjudant ook helemaal glimmen van trots, hè? Klopt dat? Ik ben enorm trots op ons clubje, want we hebben van ver moeten komen. En we zijn eigenlijk nog niet volledig. Maar het gaat echt wel de goede kant uit. Dus ik moet ook echt chapeau zeggen voor heel het team. Wat we al weggezet hebben, nu voor de carnaval en vorig jaar ook weer. Ja, het is gewoon fantastisch. Alles goed geregeld. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis. Ja. Maar daar haken we op in. Evalueren straks weer. En dan proberen we volgend jaar weer beter te doen. Hey, en bij de Bavianen, ik had net wel gelezen in de krant. Daar hangt het ook nog een beetje met de optocht om, hè? En wat betreft het weer? Ja. Ja, het weer is... dat is de enige spelbreker nog. Alles is klaar. Wagens zijn gebouwd. Groepen zijn helemaal kant en klaar. Het is alleen het weer wat nog goed in het eten kan worden. Maar daar gaan we niet. Daar gaan we gaan niet van het positieve uit. En zo is het. Beste uit. We gaan van het positieve uit en we gaan gewoon rijden, denk ik. Hey, je bent Prins Baviaan de 16e. Ja, klopt. Maar ga je uw naam zelf kiezen? Ja, die mag ik zelf kiezen deze keer. Ja? Ja, deze keer wel. Mijn eigen naam heb ik niet zelf gekozen natuurlijk. Dat heeft mijn moeder en mijn vader gedaan. Maar deze mocht ik wel zelf. Hey, maar je mag ook iemand anders zelf kiezen volgens mij. Ja, dat is een verhaaltje. Daarom zit je ook een beetje naast me. Want dat is mijn Matty Twanny. Matty Twanny. Ja, en de naam die zegt het al. Dat was een verhaal op zich, maar dat mag hij zelf vertellen. Want daar was hij zelf ook bij. Brandlos. Brandlos, ja. Nou, ik ben eigenlijk 2 jaar geleden was ik gestorven met de stichting. Ja. En toen hoorden we dat prins Jos, of prins Baviaan, prins van Bavianenland kon worden. En die kwam naar mij toe met de vraag van, ik wil prins worden, maar ik wil alleen prins worden als jij naast me komt staan. Oh, echt? Echt waar? Ja. Het is niet voor niks met Mattie. Hey, het is gewoon gelijk liefde op het eerste. Ja. Nou, in dit geval, wij doen al heel lang heel veel dingen samen. We hebben ook samen in het Oranje Comité gezeten en er meerdere dingen, dus we kennen elkaar al heel lang. Samen vandaar gedoucht? De band ook. Samen gedoucht? Nee, we hebben niet samen gebakken. Nee, maar ze bakken wel samen eieren. Daar weet ik dan wel. Ja, daar was jij bij. En lekker eigen zesde. Het komt steeds meer naar boven. Ik heb laatst nog boodschappen voor hem gedaan ook. Ja. Dat klopt helemaal, Esther. Ja. En dat was helemaal leuk. Ja. Omdat het in Bavel was natuurlijk. Ja, in Bavianenland. Ja, al de vriendelijke mensen. Kan allemaal daar. Kan allemaal. Kan je gewoon je boodschappen elkaar volladen met mensen. Ja. Hey, en wie heeft dit jaar de Baviaan verdiend? Ja, dat is nog een zwaar geheim. Oh. Ah, dat maakt niet uit. Er is niemand die naar Baviaan TV kijkt. Dus. Nee, dat gaan we niet vertellen. Hij komt op een mooi plekje terecht. Ja? Bij een echte oerbaviaan. En meer gaan maar we niet over wat is de baviaan dan? De baviaan is een prijs voor verdiensten voor mensen die iets of heel veel betekenen voor Bavianenland. En die heel veel voor Bavianenland gedaan hebben. Ha. En staat die winnaar toevallig ook hier ergens al? Ik kan het niet vertellen. Jammer. Wie heeft het gevoel dat hij gaat winnen? Nou, jullie hebben ook veel vertrouwen in jullie zelf. Ja, Hans heeft hem toevallig vorig jaar gewonnen. Oh, Hans. Ja, dus de oud-winnaar staat er wel. Hans, de heer Marijnissen. Die maakt altijd iets heel moois. Jij maakt het als een krantje, hè? Het is niet zomaar een krantje. Oh. Excuses, het is de Bijbel van de Bavianen. Ja, laat het duidelijk zijn. Heb ik het zo goed verwoord? Ja, prima. Even vertel, wat houdt het... Ik wou weer krantje zeggen. Hoe houdt het boekje in? Ja, er staan gewoon hele leuke verhalen in. Er staat in wat we doen met carnaval. En er staan wat verhalen in van carnavalsverenigingen die zoveel jaar bestaan. Af en toe gaat het wel eens een keer mis, zeg maar. Ja, zoals? Ja, we doen ons best, zeg maar, om alles in de krant te krijgen. Maar ook dit jaar,
Zegt, jammer, zeg maar. Het leuk dat ik trouwens eventjes het woord mag. Ja, natuurlijk. Neem het maar. Nee, maar zo gek nog niet, zeg maar. Bestaat 11 jaar. Ja. En helaas staan ze dit jaar niet in de krant. Nou, dus dat is even een foutje. Maar dat is nog een negende. Oh, en die wint dan die erebaviaan dan? Nee, helaas. Daar moet je dan iets meer voor doen, zeg ik. Hey, maar mensen, waar ik wel een beetje benieuwd naar ben, hebben jullie ook een krantje of een prijs uit te reiken? Wij hebben ook een krant uitgebracht, de Heikneuter. En die hebben we met z'n allen rondgebracht. En alle bewoners hebben de advertenties kunnen zien. De tijd van de optocht, alles wat er te doen is met carnaval, voor en een stukje daarna. En ook wat er vorig jaar is gebeurd, een stukje terugblik, dat is ook belangrijk. En die krant is ook helemaal klaar en weg. We hebben de prijzen, wat is wel de kasteleins regelen voor de moedertjesballen die we hebben. Ja, dat regelt de kastelein zelf. Maar we hebben natuurlijk zelf ook de prijzen voor de optochten die morgen, hopelijk als de weergoden mee zijn, uit kunnen delen aan de beste meelopende groep. Ja, maar weet je, het weer, ik vertrouw gewoon op die worsten van Clara. Ik heb er alle vertrouwen in. Ja, maar wij hebben die worst hier niet gelegd. Dus. Nou, dat maakt niet uit. Ik denk dat er voldoende worsten weggelegd zijn. Er zijn er heel veel gebracht. Misschien wel te veel. Ja, misschien is dat het, ja. Hé, maar we gaan even over... Wij hebben jullie gevraagd om een zotte reden te maken. Ja. We gaan beginnen bij jou. Ik ben heel benieuwd of dat je het hebt voorbereid. Ik ben er zelf ook benieuwd naar, Esther, want ik heb hem eigenlijk helemaal niet geschreven. Ik heb hem ook niet voorbereid. Oh, heeft iemand anders hem geschreven dan? Ik weet het niet. Ik ga Mattie Twanny aankijken. En ook Mattie Twanny heeft hem niet geschreven. Oh, nee, ja, Mattie Twanny die werkt wel op school, maar ja, ik heb hem niet. Oh jee. Ja. Maar gaat het nou uit de duim zuigen of... Gaan we iemand hierachter die even kiezen? Die kan er nou echt, dat je denkt, nou, als die de camera pakt, die kan dat stokje wel even van me overnemen. Als er iemand is die echt een zotte reden kan schrijven, maar omdat je hem zo uit zijn duim kan zuigen, weet ik niet. Maar dan moet het onze Vorst Bram zijn. Nou, dat zien we vanzelf. Dat zien we vanzelf. Die gooien we gewoon voor het blok. Dan moet het Vorst Bram zijn. Oh nee, denkt u. Waar is die? Oh nee. Oh hier, nou komt er maar eens bij dan. Ja, dan gaan kom we naar maar even de zotte reden van de Bavianen. Kom hier maar staan. Nee, je mag hem niet. Ik ben of niet? Hey, jij zocht wel met zo'n prins, hè? Ja, maar, ik heb hem zelf aangesteld. Ah, maken we eigenlijk niet druk. Nou, dat is ook het laatste jaar dan. Daar gaan we het over hebben. Nou, mag ik al? Ja, zeker. Camera. Deze is voor jou. Ik lees hem af. De zotte reden. Namens de Bavianen, de zotte reden van de Bavianen. Zotte reden. Nou, applaus. Nee, dit is goed. Dankjewel. Ik ben iets korter van stof dan onze prins. Nee. Heel helder. Heel helder, duidelijk. Jij fantastisch. Je wint zeker die erebaviaan. Dat kan niet anders. Geweldig. Ja, plaatje er al. Toch verklappen. Prins Baviaan, volgens mij heb je nog een heel mooi stukje muziek meegenomen. Wij hebben een heel mooi stukje muziek. Een trots stukje muziek. Ja? Ja, wij zijn heel trots op onze hofkapel. Echt bijna beroepsmuzikanten, zal ik bijna zeggen. Maar spelen een goed stukje muziek. Zijn de blaasapen. Nou, aan jou de eer om ze aan te kondigen. Gaan jullie gelijk meezingen, die twee? Nou, dan ga ik het aankondigen. Dan hier zijn die twee met Hey Kastelein in samenspraak met de Blaasapen. Yay! Hey kastelein, geef er nog eens een even we slapen gaan. Want het is toch zo gezellig hier, met al dat bier. Oh, oh, oh. Hey kastelein, geef er nog eens even lang naar huis toe gaan. Want we zijn een klokje zat, lust er ook wel wat, dus schenk maar in. Vanavond gaan we stappen, een lekker biertje happen. Ja, la, la, la. Gezellig aan de spookie, hier buiten op het doekie. Ja, la, la, la. De barman gooit de glazen vol. Het is feest hier in de tent. Doe mij ook maar een witte bal. We zijn nog nooit zo goed verwend. Hey kastelein, geef er nog eens een. Slapen gaan, want het is toch zo gezellig hier, met al dat bier. Oh, 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 hey kastelein.
huis toe gaan. Want wie zijn er ook die zat, lust er nog wel wat, dus schenk maar in. Zo komt het als maar later, het bier vloeit als water, ja la la la. We lopen wat te gallen en zingen met z'n allen, ja la la la. En als het 12 uur wordt, roepen wij hip hip hoera. We doen het of iemand jarig is, dus zet het dan maar snel weer aan. Toch zo gezellig hier, bij al dat bier. Oh, oh, hey, kastelein, geef er nog eens even dat naar huis toe gaan. Want we zijn er nog niet zat, lust er nog wel wat, dus schenk maar in. Ja la la la, ja la 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 la. Als dat geen lekker stukje muziek is, heren. Hey, die twee, vertel eens eventjes. Waar komt het vandaan? Hey, Kastelein. Vaak in de kroeg te vinden? Ja, te vaak zijn ze wel straks, maar nee, klopt. Elke avond? Nou, deze dagen. Met carnaval wel, hè? Hey, want jullie hebben ook nog een kapelletje meegenomen. De blaasapen. Wie van jullie kan goed mouwen? Nee, ik niet. Nou, wel volgens mij. Even kijken. Zij... Zeg, vertel eens even, die blaasapen, hoe lang bestaan jullie? Volgende vraag. Wat is je schoenmaat? 42. Die kent hij wel. Hey, we gaan heel de carnaval, gaan jullie met de bavianen mee? Ja, heel de carnaval. Oh, wat erg. Vanaf vrijdagmiddag tot met dinsdagavond laat. Vanaf vrijdagmiddag tot dinsdagavond? Ja. En dan speelden we elke dag, een half uurtje, elke keer weer. Overal waar we komen spelen we 4, 5 nummertjes en dan... Ja. Ja, dan is het klaar. Hoe lang zit je nou bij deze vereniging? Ik zelf bij de blaasapen nu volgens mij 5 jaar. Dus de vereniging bestaat langer dan 5 jaar, hè? daar ben ik onderal uit. Zeg, eens even kijken. Wie weet wel hoe lang die vereniging bestaat? Ik zie je wegkijken. Ik ben wel het langste lid, maar ik... Hoe lang ben je al lid dan? Dat zou zomaar 33 jaar kunnen. Nou, de blaasapen bestaan langer dan 33 jaar in ieder geval. 77 jaar. Nou. Dan zien jullie er nog best goed uit zo. Ja. Hey, vertel eens even, hoe is het nou met de prins op pad te gaan zo? Heel gezellig, tuurlijk. Is een beetje de goede prins? Altijd, ja. Dat zet er nou alleen met een kamer voor je neus staat zeker. Hij kwam binnen. Antwoord, ja. Heel goed. Hey, dan kom ik ook even bij jou terecht. Oh. Want wat voor nummerken spelen jullie eigenlijk allemaal zo met carnaval? Wat zijn nou echt de plaatjes die je speelt in een kroeg, een tent, waar je komt? Wij spelen het laatste nieuwe nummers van het laatste jaar. Maar zeker ook hele goede oude krakers. Zoals? Kleine Café, Handjes, noem ze maar op. Oh, handje en al die handjes. Juist, alles erop en eraan. Ah, lekker. Ja. Hey, heren, dankjewel. Esther, we gaan naar jou. Nou, hartstikke leuk, Mitch. Het is een lekkere bende daar zo. Hey, we hebben natuurlijk net de zotte reden van de bavianen gehoord. Die vond ik heel gevoelig. Heel alert ook. Beetje ja, lang. Spontaan. Beetje lang. Ook. Beetje lang. Ja. Dus de lat ligt heel hoog voor jullie, de heikneuters. Ja, dat is misschien dat we daar wel iets leuks over kunnen vertellen. Ja. Want we kregen natuurlijk via het secretariaat binnen dat we een zotte reden moesten schrijven. Ja, allemaal via officiële stukken ook. Ja, we zaten elkaar aan te kijken. Ja. Waar is dat? Maar wij durfden daar niet goed te vragen eigenlijk. Want wij dachten, dus, misschien slaan we daar wel een flatertje. Bleek dat er nog de vraag gesteld was door 7 andere prinsen. Ja. Ja. Wat is dat? Ja, maar zo gaat dat, hè? Ja, goed. Ja, dat weten wij ook niet. Het is een nieuw programma, dus ja, een zotte reden. Het maakt niet uit. Het maakt allemaal niet uit. We hebben hem hier. En, hey. Ja. Alsjeblieft. Prins. Nou, neem even de tijd, dames en heren thuis. Mag ik even Oh, je mag in die camera kijken. We gaan eerst daar. Eten, hè? In die camera.
Kijk, daar in die camera. Ik moet dan in die camera kijken. Ja, je mag gewoon in die camera kijken. Ja, nou, dan gaan we dan. Beste Leutvierders en Hoogheid. Het bestaan van Heiknutterslaand is heel vroeger begonnen op een heel klein stukje ei. Waar stropers op zoek waren naar een heel klein vogeltje. Genaamd de Heiknutter. Wij hebben ook wereldwijd geschiedenis geschreven in 1980 met het Heiknutterdaans. Maar omdat in heel veel landen daar niet uit te spreken waren, hebben we toch maar de vogeltjesdaans genoemd. Ook wij hebben een eigen bedevaarsplaats, wel bekend de Mariagrot. Hierbij speelt onze kerk een hele grote rol. Hij werd en wordt zo vaak bezocht dat hij nu al voor tweede keer in de steiger staat, waarbij onze naam een stikbeu is om elke keer van die stok gehaald te worden. Ik, prins Hendrik de Eerste, de zoveelste prins van Heiknutterslaand, zal deze zotte geschiedenis elke carnaval met me meedragen. De afgelopen 4 jaar dat ik prins mag zijn, zijn de volgende motto's gepasseerd. Het volgende blaadje. Ja, ja, ja. Maar zijn grote letters. Ja, je kunt elkaar eens meelezen. Ja, ja. Ja. Ik ben al 6 zinnen verder. Ja. Je bent er geknipt voor, als je maar schoon ziet. Bekijk het van sfeerskanten en uw fantasie slaat op hol. En onze fantasie die slaat ook op hol. Met deze leutige dagen, want carnaval bij ons in Heiknutterslaand gaat gepaard met heel veel bier, consumptiebonnen, worstenbrood en vette friet met mayonaise. Niets moet, maar alles mag. Zolang uw fantasie maar wel netjes blijft. Wij als Heiknutters hebben met z'n allen keihard, en dat bedoel ik ook keihard, gewerkt om ook dit carnavalsjaar 2020 weer te boeken tot een succesvol carnaval. De gezelligheid en leut staat bij ons hoog in het vaandel en dit brengen wij dan ook uit en graag over op onze jeugd. Want de carnaval in Heiknutterslaand moet blijven bestaan. En het klinkt cliché, maar de jeugd heeft wel de toekomst. Nou is het nog wat anders en ik weet niet of ik zo ver mag komen. Nog niet. Nog niet. Nee, het hoogtepunt moeten we nog even bewaren. Dan wacht ik tot het laatste. Ja, ja. Tot het hoogtepunt. Het laatste hoogtepuntje. Ja. Sla ik even over. Knip. Hoogachtend, prins Hendrik de Eerste uit het Heiknutterslaand. En wij zijn na de reclame bij u terug. Nou, mooi gedaan. Nou, jongens, hé. Het was zelfs een serieuze reden. Ja, het was een serieus. Een hele serieuze nou, reden. Hé, maar die fantasie. Daar ben ik dan toch wel een beetje nieuwsgierig naar. Ja, dat fascineert mij ook eigenlijk. Ja, hij had het over met jou in bed. Dat had ik met jou met die vraag. Ja, die fantasie. Maar dat is jullie motto, hè? Ja, laat het naar mijn fantasie blijven. Oh, wat goed. Ja, blijft spannend, hè? Ja, dat blijft spannend. Cliffhanger. Ja. Hey, en Bavianen, wat leuk is, we moeten het niet vergeten, jullie hebben ook iets meegenomen. Ja, natuurlijk. Dat is voor de hongerige man. Onze plaatselijke bakker die maakt elk jaar weer iets lekkers. Zo. Voor de carnavalsmaag, voor een goede boeien te leggen. Laat ik wel fris bieden. Ja, maar ik kan ze gewoon eten, Esther. En ze zijn er ook. Je had al iets over je aanbijen zelfs. Dus dit... Mensen, ik ga mijn fantasie bijstellen. Maar in dit geval is het een heerlijk prins baviaanbroodje. En wat zit er allemaal in? Er zit tomatenpuree in, er zit paprika in. Er zitten uien in volgens mij, ham. Dus een heerlijk broodje, echt een goed broodje om een goede bodem te leggen. Ja, het ziet er heel goed en vooral lekker uit. Jazeker. Dan wordt het toch een frisbee, hè? Hij komt weer terug. Misschien komt hij nog terug. Ja, hij komt toch. Maar dat is voor alle vrijwilligers. Nou, in Bavianland hebben de vrijwilligers hoog in het vaandel staan. Ja. Dus bij deze, voor jullie, een heerlijk broodje. We gaan ze uitdelen. Ja, hartstikke lekker. Oh. Nou, we hebben ook nog aan jullie gevraagd om nog iets mee te nemen. Ja. De bavianen. Dat was de vraag, Esther. Daar heb ik echt nachten van wakker gelegen. Want jullie nemen iets mee voor het andere gezelschap. Oh, dat wist ik niet. Zover was het mij niet duidelijk. Ja, en het andere gezelschap. Zodat je het kan uitwisselen. Maar jullie hadden de vraag weggelegd om iets in de koffer te stoppen. Ja. Wat heel belangrijk voor je was. Ja. En wat je niet kan missen. Oh. En dan moet je dan een jaar kwijt zijn. Ja, dan moet ik jaren aan iemand anders geven. Ik had het niet beter uit kunnen leggen. Maar dat heb ik niet. Ah, nee. Oh. Ja, iets wat ik niet kan missen, kan ik niet aan missen. Daar gaan we. Heb je niet kunstgebit erin gelegd, hè? Nee, we hebben niks meegenomen. Je mag van onze prins Baviaan broodje nemen, maar... Ook lekker. Maar dat is al genoeg.
Is dat genoeg? Dat is voor ons dat genoeg. Dat broekje krijg jij volgend jaar weer terug. Is goed. Dat is goed. Ja, bij deze. Ik heb net uitgelegd waar je ze kan halen, dus zo moeilijk is het niet. Nee, wat je geeft, dat geeft het terug. Ja, dat is echt zo. Wat je geeft, geef je terug. Ja, maar ik kon hem in mijn gedachten niet bij. Ik denk, iets wat je niet kan missen, moet je een jaar missen. Ja, dat gaat niet. Ja. Dat gaat niet. Nou, ik heb wel daar mijn fantasie over. Maar daar ga ik het nou weer niet over hebben. Ja, nou, zilverstaan. Ik dacht even, daar komt hij. Maar nou is zo'n dik cadeau. Klinkt misschien wat lomp. Ik heb het net over ons veugeltje gehad, beste hoogheid. U krijgt onze naam. Op een veel te grote... Houd hem dicht voordat je wegvliegt. Heiknutterskoor. Oh. Dat is heel geweldig. Met onze heiknutterskraant erin, waar we het net over gehad, Arie. En die is voor u. En je wilt dezelfde krant terug hebben of die van volgend jaar terug? Dat maakt me niet uit wat ik terugkrijg. Ik maar wel een vers broekje volgend jaar terugkrijg. Want nou, die wel mee. Dat is goed. Oh, dan gaat hij hier helemaal in. En deze kan ook. We hoeven er maar eentje mee terug te nemen volgend jaar. Doe er maar in. Ja, doe er maar in, inderdaad. Hè. Dan zien we dit dan even door de vingers, geen probleem. Maar dan willen we natuurlijk wel zien, hè, dat jij met deze klomp loopt. Met die klomp? Ja. Welke maat is de hoogheid? Als het goed is, maatboer. Maatboer, dan zal die moeten passen. Nou, 44. Daar ga ik het net niet worden. Het is een flinke stoomboot in ieder geval. Ja. Maar dat maakt niet uit, het is van hout, dus we kunnen eraan sleutelen. Goed. Ik voel hier ook verbroedering, hè? Ja, echt. Er gebeurt allemaal aan tafel, hè? Carnaval is verbroedering. Klinkt een beetje als carnavalstinder. Ja. Zo kun je het gewoon zien. Ja. Hè? Maar dan niet op grote afstand, korte afstand. Maar korte afstand, ja. Nou ja, goed. Ik heb al een beetje ervaring met Bavel. En ook de reclameblokken voorheen. Ja, die waren gewoon mee dat je dan iemand al zag staan met zijn kielje gebukt naar een auto. Dan wist hij al precies wat er kwam. Nou, ja. En wat kwam en er? En dat vind ik nou... Bestiaanse bedoeling. Ja, zo is het toch. Maar dan hebben we wel heel goed opgelet. Ja. Dat hebben we wel. Bestiaanse... Zie je die bult daar? Daar moet overheen. Daar moet overheen. Die vond ik zeer goed. Die vond ik zeer goed. De bult van Bavel. En dat is dan weer aan weerskant. Want van Sint Willebrocht ken ik alleen maar... De kerk van Willebrocht. Die moet blijven bestaan. En daar staat dan je hand op jouw klomp, hè? Want hij is er vanavond. Mooi. Ja. Wij zijn gewoon niet meer nodig, zo'n huisgaan. Nee. Hé, Prins Bavian. Ja. Wat gaat er de komende dagen bij jullie al gebeuren in het Bavianenland? We gaan heel veel gebeuren. We gaan sowieso carnavalen natuurlijk, want het is carnaval. Ik hoop, maar dan hoop ik echt van harte dat we morgen die tocht ter tocht kunnen rijden. Want er gaan 73 deelnemers, zag ik. Ja, heel dat klopt veel. Helemaal. We hebben 14 grote wagens. Maar ook de groepen, iedereen heeft zijn best gedaan. Maanden in de schuur gebouwd. Met kou en met allerlei vochtproblemen en weet ik het allemaal. En het ziet er echt fantastisch uit. En ik hoop echt dat je doorgaat, want we krijgen echt een hele fantastische tocht der tochten. En ik raad iedereen aan in de baronie om morgen, als die doorgaat, en ik hoop het van harte, om bij ons de tocht der tochten te kijken, de optocht. En zijn er altijd zoveel inschrijvingen bij jullie bij de optocht? Wij hebben altijd... Dat zijn er echt heel veel. Ja, wij hebben altijd een heel hoog aantal inschrijvingen. Maar we hebben ook, al zeg ik het zelf, een hele mooie optocht. En ik zeg altijd, als je een grote optocht wil kijken, ga je naar Prinsenbeek. Wil je een mooie optocht kijken, kom je naar Bavianenland. Nou, ik ben erbij. Kijk. Ja, en jullie optocht. Welkom. Ja, ook. Ja, die is er ook dan. Ja, hey, en jullie optocht, hoe gaat die eruit zien? Wij hebben, dat heb ik vorig jaar al een paar keer gezegd, wij hebben geen grote auto's, geen grote wagens, geen bouw. We hebben maar één bouwvereniging die meedraait en die alweer maanden een schitterende wagen heeft gemaakt. Maar bij ons is het zo dat de moedertjes, de loopgroepen, dat is waanzinnig. We hebben gisteravond een lampjesoptocht gehad. En als je dan zo hoog op die wagen staat als prins zijn en je kijkt dan over die straat heen. En je ziet alleen maar lampjes. Maar dat is echt super uitgewerkt. En hoeveel deelnemers dan lopen er 8 loopgroepen mee. We hebben dan nog een extra wagentje tussendoor. Ja. Waar kleine familiekjes die dan ook wel met de kinderen even meelopen. En ja, dan hebben wij natuurlijk ons hofkapel. De kleuters die met ons lekker meeblaast. En zo proberen wij die optocht... te creëren zoals het een beetje moet zijn. Hooguit, de loopgroepen zijn juist de mooiste in een optocht. Ja. Die brengen de humor, die brengen een kleur aan een optocht. Ja. Wagens zijn heel mooi, zijn heel prachtig, vooral in Bavianenland. Maar de loopgroepen brengen de humor. Waar vooral? In Bavianenland. Oké, ja, ik hoor het wel weer goed. Dat is bij die rotonde, je weet dat wel, hè? Met die bult. Met die bult. Bij Bichaas. Staat u er nu jou weer, dat ventje, met dat kieltje op die rotonde? Ja, hij staat er elk jaar. Nee, dan weet ik wat moet zijn.
Hij mag namelijk niet binnenkomen. Oh, hij staat altijd daar. Hij staat nog volle pol. We brengen hem straks wel een broodje. Hey, maar ook de jeugd bij de Bavianen. We gaan even naar de jeugd van het Bavianenland. Ja. Hé, hey, de jeugd. Zo, ja, ze staan al gelijk op. Ze denken, hè, eindelijk mogen we. Nou, dit was het. Nee, nee. Even kijken, ik zoek jullie prins. Waar is jullie jeugd, prins? Prinses. Oh. Prinses. En prinses? Oh, kom maar even bij. Een prinses en een... Ja, een prinses en een prinses van Sint-Willem. Die is van ons. Kijk, daarnaast. Dit zijn er veel. Even kijken. Hier komen ze aan. Dit zijn ze? Prinses. Die horen bij ons. Oké, oh, de jeugdprinses, inderdaad. En hier is jeugdprins. Jeugdprins van Sint-Willem. Ja, kom. Dit is van de heikneuters, hè? Ja, allebei. Ze zijn allebei belangrijk. Kijk, de heikneuters mogen dan naar links. Dan mag hier de jeugdprinses komen. Ja, goed. Zeg, stel je eens even voor. Wie ben je? Nou, ik ben prinses Rooske de Eerste. Rooske de Eerste. Ja. En hoe bevalt het als prinses? Hartstikke leuk. Ja? Ja. Wat moet je wel doen als jeugdprinses dan? Nou, je moet veel praten, mensen motiveren om te gaan carnaval. Nou, dat doet je waardig, denk ik. Ja, dat denk ik wel, ja. Zijn je ouders er ook? Nee, die zijn er niet. Die denken, oh, lekker een dagje rust. Ja. Nee, hoor. Nou, dat was ook al goed kletsen. Ja. Serieus, de meeste kinderen slaan gelijk dicht. Ja. Het is een vrouw, Mitch. Ja, dat is waar. Ja. Heren, hou even. Ik moet nu even de regie houden hier aan tafel. Wat wil deze vrouw hier? Regel het straks wel even. Even kijken. En dan komt de heikneuter. Stel wij eens voor. Wie ben jij? De prins Dylan de Eerste. En jij? Prinses Destiny de Eerste. En hoe lang ben je al prinses? 1 jaar, want ik ben 3 jaar ben ik gewoon raadslid geweest. Raadslid, dan ben je 1 jaar ben je dan prinses. Nou, mogen ze een lange prinses zijn bij jullie? Dat mag wel. Ja. Ja? Alles wordt op. Zo ben ik ook begonnen dan. Ja, heel lang geleden. En jij? Is jouw eerste jaar? Ja. En hoe lang gaat het dan volhouden? Weet ik niet. Lekker lang, zegt. Ja. Nou, heel goed. Oh ja, ik ben 1 keer boer geweest. 1 keer boer geweest. Ja. En wat doe je dan liever? Ben je dan liever jeugdprins of ben je dan liever jeugdboer? Jeugdprins. Jeugdprins, dat is toch weer een stapje verder, hè? Even kijken. En we hebben natuurlijk de jongste politie hier. Je hebt al veel bekeuringen geschreven? Ja. Ja? Bekeuring aan de prins? Wat is een zotte reden vergeten was? Ja. Ja, dat gaat er nou een heel jaar lang aan, hoor, nog. Echt waar. Weet ik. Hé, hey, en de nacht? Kom eens even deze kant op. Hier zit nog een nar. Kom eens staan. Waar is de nar? Kijk eens, kom hier. Kom maar lekker voor. 2 narkes. Zeg, we beginnen bij de kleinste. Stel wij eens voor. Ja, je mag die kant op kijken. Naar voren. Nee, ik bijt niet. Ja. Ja, dat moet ik van tevoren toch even zeggen. Hé, hey, stel wij eens voor. Wie ben jij? Vee. En Vee, hoe lang ben jij al nacht? 2 jaar. En wie smint jou zo mooi? Mama. En is je mama er ook? Ja. Waar staat ze? Mama. Ja, mama. Dag mama. Goed, genoeg tijd voor mama nu. Nou ben jij wel geweest. Zeg, en hoe is het met heikneuters daar in Narreke te zijn? Leuk. En dan met iedereen een beetje plezier maken? Ja. En wat doe je nog meer bij de heikneuters? Ook kindercarnaval? Ja. En daar ben jij eigenlijk een beetje de voordrager van. Ja. Nou, goed. Zeg, en dan hebben we nog een andere naar. Dat van de Bavianen, toch? Ja. Ja. Bavianenland? Ja. Ja, Bavianen. Ik maak even reclame voor hoor, hè. Nee, ik ben goed bezig, Mitch. Ik heb een hart op weg om mijn beste vriend te worden. Nou ja, dat waren we toch al? Nee. Oh ja, ja. Hé, vertel, hoe gaat dat bij jullie? Goed. Ja, hoe lang ben jij al nog bij de Bavianen? Ja, nu 1 jaar. Je mag mogen langer dan 1 jaar ook bij jullie? Nee. Echte jaren dan... In groep 8. En dan... In groep 8, klaar. Ja. En bij jullie prins mag zeker langer zitten? 4 jaar. Ja. Moet ze ook maar 1 jaar doen. Het zou misschien beter zijn. Nee. Hey, en wat doet jij nou als nacht? Gaan er alle kinderactiviteiten langs? Nou ja, vooral een beetje gek doen. Ja. En ja, een feestje bouwen. En hoe doe je dat een beetje gek? Ja, gewoon meedansen. Meedansen. Ja. Nou, helemaal top. Nee, dan mogen we zitten. Ga maar staan. Nee, ga maar zitten. Ja, nee, zitten. Echt. Ik ga het volgende keer gewoon overnemen, hoor. Hey, volgens mij is er nog een leuk stukje muziek. Ja. En het zit er gewoon alweer op, deze aflevering van Ben de Wakker. De kop is eraf, Mitch. Ja, we zijn los. We zijn los. We willen de prinsen hartelijk bedanken voor de komst. Ja. Ook trouwens nog de prins van het Aagje, die we straks een beetje de tijdsdruk. Niet hebben afgekondigd. Dankjewel dat je er was. Iedereen bedankt. Bedankt voor het kijken. Ik ben 1 ding vergeten. Oh. Ik moet Maria Hartman nog bedanken van Prins Afvoor voor die hele mooie knuffeltjes. Ja, voor het handwerk. Voor de handelspandiensten. Lieve kijkers van Ben de Wakker. Nog een klein mooi stukje. Ja, een prachtig mooi muziek. Volgens mij nog.
van de Blaasapen. En wij willen jullie heel erg hartelijk bedanken voor het kijken. De kop is eraf. Tot morgen! Hey, hey, hey!